Het museum is door een schenking in het bezit gekomen van nooit eerder vertoond beeldmateriaal over het dagelijks leven in Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om drie originele 8 mm filmbanden van in totaal 42 minuten. De beelden zijn gemaakt op zeer herkenbare plekken in de stad. Zo zijn op plekken als de Hofvijver, Hoogstraat en de Hofweg acties voor de Winterhulp en het Arbeidsfront te zien. De film toont verder onder meer de bekladde synagogen in de Wagenstraat, de evacuatie voor de Atlantikwal en Duitse badgasten die op Scheveningen recreëren. Het museum noemt de vondst ongelooflijk. De beelden laten de desastreuze gevolgen van de Duitse bezetting zien, maar geven ook een inkijkje in het dagelijks leven. Het is een wonder dat dit nu pas opduikt, zegt Marie-Christine van der Sman, directeur van het museum en historica.